We gaan dit Gamekingsjournaal van uh, dinsdag is het en het is vandaag de 27e jongens. Uh, het komt steeds naderbij naderbij de next gen consoles. Maar we beginnen dit Gamekingsjournaal met uh, wederom een interview van Phil Spencer, de baas van Xbox als het ware. Um, ja, de man geeft veel interviews. Um, dat betekent dat hij ook heel vaak in het nieuws is. Ik vind het jammer dat Sony dat wat minder doet, want het er blijft toch heel veel onduidelijk. Zij doen het toch meer in de vorm van trailers of nieuwe gamebeelden. Phil uh, is iemand die gewoon veel praat en um, ook wel een beetje wat orakelt of vooruitkijkt. Dat maakt het soms ook niet altijd even duidelijker. Maar hij gaf nu een interview aan Game Reactor... En uh, daar zei hij toch wel twee um, bijzondere dingen die ik even uh, aan jullie wil voorleggen. Het allereerste is, en uh, ja eigenlijk, en we hebben dat een beetje in de kop gezet. Ik bedoel, uh, dat komt heel hard binnen, maar het is niet zo hard. Maar de deal met ZeniMax, oftewel Bethesda, is nog niet rond. Dus... Uh, Bethesda is nog niet van Microsoft. Uh, het gaat goed komen, maar ze zitten gewoon in een uh, ja, feitelijk juridisch. Heet dat dat ze hebben aangegeven dat ze verregaande interesse hebben om Zenimax als het ware een onderdeel te maken van Microsoft Game Studios. Uh, maar dat moet allemaal getoetst worden. De boeken moeten getoetst worden. De, 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 de voorwaarden moeten worden getoetst. En dat betekent ook dat. Uh, Phil op dit moment helemaal nog niks kan zeggen. Dat is ook exact de reden waarom hij niet zegt wat hij met die games gaat doen. Anders dan dat hij zegt dat de games die nu uh, voor uh, de PlayStation 5 exclusief zijn, bijvoorbeeld Deadloop volgens mij, uh, dat hij dat gaat uh, respecteren. Uh, omdat dat al een hard contract is. Maar de toekomst, daar kan hij niks over zeggen. Omdat hij uh, dan strafbaar is. Omdat de deal niet juridisch 100% rond is. Ik vind dat wel wat, uh, omdat we eigenlijk met de media allemaal hebben geroepen dat het 100% rond is. En je weet het, 100% bestaat niet. Dus je hebt altijd de kans dat het kan klappen op iets juridisch. Ga je er niet van uit. Maar het is opmerkelijk dat hij dat zo even laat vallen. En het tweede wat hij laat vallen is dat uh, hij gaat uitgebreid in over ja, het Game Pass model. En uh, we hebben het hier al een jaar, misschien twee jaar over, vaak in de Piepshow, dat het Game Pass model... Een andere, uh, uh, een, een andere soort van druk geeft. Naar het produceren van games. Waar je op Sony gebied uh, bijvoorbeeld. Eigenlijk ervan uit kunt gaan. Dat uh, het allemaal draait om een aantal exclusieve grote games per jaar en ik denk dat dat er niet meer zullen zijn dan uh, ja, ik, ik, twee tot drie grote AAA-producties uh, per jaar zullen we gaan krijgen en dan misschien nog wat kleinere producties um, en voor de rest is het gewoon third party is dat met een game pass model waar het draait om een subscription uh, uh, het, het pushen van de subscri subscription model is dat anders feitelijk Kijk maar naar Netflix. Je wil gewoon eigenlijk elke week, minimaal elke maand, nieuwe verse content hebben. Die jou er weer toet aanzet om je abonnement te verlengen. Bij een console is dat alles op het moment dat je hem gekocht hebt, dan zit je in hun ecosysteem. En dan heeft Sony eigenlijk al de helft van hun opdracht uh, voldaan. En voor de rest moet je dan hun games gaan kopen. Bij Microsoft moet je eigenlijk de hele tijd maar weer verlengen, verlengen, verlengen. Dat betekent dat je gewoon veel games nodig hebt. Nou, dan ga je dat hele riedeltje weer houden. Laten we zeggen, elke uh, maand moet er een beetje een, een echte trekker zijn, een triple E als het ware in een game waar iedereen het over heeft, die je moet spelen. Vergelijk het met gewoon een topserie. Um, nou, met third party gaat dat gewoon heel erg lastig worden, want die zullen niet zomaar hun grote blockbusters in één keer op Game Pass zetten. Dan lopen ze gewoon geld mis. Uh, dan moet je hem ook exclusief houden, want dan wil je hem niet op de Playstation 5 hebben, want dan gaat iedereen daar doen, et cetera, et cetera. Dat betekent dat Microsoft die games zelf zal moeten gaan maken. Nou, ze hebben 15 game studios. Uh, Bethesda komt daar dan nog bij. Dat zijn weer een aantal studios erbij. En we hebben ooit die rekensom gemaakt. Een, een grote game, een goede game. Duurt ongeveer vier jaar om dat te maken. Nou ja, je hebt 12 maanden, heb je 48 games. Uh, moeten er dan komen in die vier jaar tijd. Uh, en je hebt gewoon nog op dit moment nog niet die 48 studios. Studio's kunnen ook meerdere games maken, maar dan nog zit je wel een beetje aan de taks. En Phil Spencer is ook duidelijk in het interview: Hij zegt van uh, Game Pass model dat dat zorgt ervoor dat we op een hele andere manier naar uh, content aan het kijken zijn, hoe die content aangeleverd worden. En gaat het dus ook maar vanuit dat we nog meer acquisitions zullen gaan doen? We zullen gaan kijken waar we die extra content vandaan kunnen gaan halen. Kortom, uh, ik denk dat ze. Vrij snel al uh, nog meer deals zullen sluiten. En dat hoeven niet altijd van die blockbuster deals te uh, zijn. Dat kan ook een kleine studio uh, investeren zijn om daar bijvoorbeeld een groot deel van de aandelen over te nemen. Op voorwaarde dat hun games exclusief in het ecosysteem van Microsoft of slash Xbox komen te staan. Oftewel Xbox, PC, Android. X-Cloud, dus. Nou, dat, dat zijn twee opmerkelijke uitspraken. Ik bedoel, het, 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 het zit allemaal wel redelijk in het verlengde van elkaar. Maar uh, ja, Microsoft is gewoon echt op oorlogspad, zoals we dat noemen. En uh, dat is toch wel iets. Waar Sony, denk ik, wel een beetje um, niet huiverig voor is, maar ze letten daar wel heel erg op. En um, de vraag gaat gewoon zijn: hoe groot gaat het succes worden van Game Pass de komende maanden na de release van de Xbox Series X en S? Want dan gaan we dat zien. Goed, um, nog een beetje um, next-gen nieuws, maar dan. Um ja, van de PlayStation kant. Uh, Destruction All Stars, jongens. Die, die game die iedereen bij Launch zou gaan kopen voor 70 dollar, uh, die is uitgesteld naar februari. En hij is niet alleen uitgesteld, hij wordt gewoon PlayStation Plus. Oftewel, eigenlijk gratis als je PlayStation Plus hebt. Uh, nou, de reden daarvoor. Weet ik niet helemaal, uh, Sony weet het altijd mooi te spinnen. Daar hebben ze een PR-mensen voor, uh, die zeggen we want as many people as possible to experience the mayhem on PlayStation 5, and what better way to do that than to provide the game to our PlayStation Plus members. Nou, ik denk gewoon dat, en je zag ook allerlei, allerlei uh, grappige uh, tweets van mensen van oh nee, oh nee, wat baal ik nu dat ik geen 70 euro heb uh, moeten uitgeven aan deze game. Ik denk dat deze game het gewoon niet heel goed had gedaan, full price. Uh, dit is inderdaad een multiplayer game heb je gewoon veel mensen voor nodig. Um, dus slim dat ze dat gewoon op de PlayStation Plus gaan doen. Betekent wel weer één Launch game minder bij de PlayStation. Het wordt aan beide kanten behoorlijk mager, moet ik zeggen. Maar goed, dat is een beetje mijn mening. Dan gaan we naar iets waar we zelf mee bezig zijn. Uh, en dat is natuurlijk ook nieuws. Uh, vanuit Blammo TV um, produceren wij voor het tweede jaar op rij de Dutch Stream Awards, dames en heren. Dat zijn de awards voor de beste streamers van Nederland. Vorig jaar wonnen we zelf ook een prijs voor beste stream team. Maar ook uh, grote namen als Morog, uh, Mattia, Puxke, lekker spelen. Royalistic, die wonnen prijzen en die prijzen die bepalen jullie thuis. Jullie hebben publieks awards en er komt ook nog een vakjury die dan hun eigen awards gaan uitdelen. Bij deze roep ik iedereen weer op om gezellig mee te stemmen. Uh, ik weet dat de community ontzettend uh, veel bezig is met streams. Ook eh, mensen kijken natuurlijk graag bij ons, maar kijken ook veel andere streams van skate en koos. Maar ik zie ook dat ze bij andere streamers zitten. Dus stem gewoon gezellig mee. Dat is gewoon hartstikke leuk. Ook voor de industrie, als zo'n award steeds meer impact gaat hebben. Maar er zijn dit jaar ook twee nieuwe awards bij. Er komt een Best Production Award. Dat doen we in samenwerking met Logitech en uh, Logitech G en Blue Microphones. Die zijn de sponsors. Um, dat gaat om degene die dus gewoon de beste productie maakt. Um, en, en daar hebben we jullie hulp misschien ook een beetje bij nodig. Dat is natuurlijk de, uh, de nieuwe award voor Beste Nieuwkomer. En de Beste Nieuwkomer is eigenlijk het grootste talent op dit moment. in het Nederlandse Streamlandschap. En uh, dat is een behoorlijk dikke prijs die je kunt winnen, hoor. Uh, ik ga dat, ik, 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 op de website kun je alles zien, want het is gewoon te veel om uh, op te noemen. Maar. De beste nieuwkomen. Wat we gaan doen is. Uh, je kunt gaan stemmen straks weer op de beste nieuwkomen. En dan komen er dan drie genomineerden uit. En die drie genomineerden. die krijgen. Uh, we noemen dat even gewoon een desk makeover. Uh, Daniel Lippens, uh, die is een beetje het gezicht van die award. die komt gewoon even langs bij jou thuis. om uh, ter waarde van ongeveer 1000 euro. een compleet nieuwe studio set daarvoor je neer te zetten. Met uh, de Logitech Streamcams. Uh, met de Blue Yeti uh, uh, microfoons, et cetera, et cetera. Alles zit erin. Je hebt gewoon een compleet professionele setup klaarstaan. En je mag ook nog eens een keer wat weggeven aan je eigen community. Uit die drie genomineerden wordt dan ook weer een winnaar gekozen. En dat is dan het, is de beste nieuwkomer. En dan komt er echt een waanzinnige samenwerking met Blue Microphones. Uh, om jouw stream te gaan pushen. Oftewel. Verder professionaliseren. Uh, je, je gaat nog meer gear uh, krijgen. Maar um, er komt ook een soort van campagnetje om je heen. Uh, je gaat een collab doen met een bekende streamer. Uh, je komt een keer in de talkshow uh, van Daniel Lippens. Alles om jouw bereik verder te pushen. Dus je kan als talent dus een enorme stap naar voren doen door deze award te winnen. Nou. Mogelijk uh, zijn jullie zelf bijvoorbeeld zo'n talent. Dat weet ik niet. Of jullie zelf streamen. Maar wat veel uh, uh, waarschijnlijker is, is dat jij ook streams kijkt van mensen die gewoon nog niet. Behoren tot dat top level. En bij dat top level, uh, dan heb ik het echt over de mensen die al oh, 50, 100 of meer uh, concurrent of viewers tegelijkertijd trekken. Hè? Ik bedoel de, de skates, de koos uh, en dan de Morrochs. En, en serpent gameplay. Al dat soort mensen. Dat zijn de gevestigde namen. Die doen allemaal mee voor de gewone awards. Het gaat mij om de kleinere streamers. Mensen die misschien 10 kijkers hebben of 20 of 30, waarvan jij zeg maar. Die vind ik wel erg tof, dus die heb ik heel graag op die lijst staan, want die mensen die moeten zich even opgeven. En dus je moet ze eigenlijk even pushen naar deze actie toe en dat kun je gewoon op de website www.dutchstreamawards.nl. Daar kunnen die mensen zich opgeven. Dus help ons even mee al die talenten in Nederland op te sporen, want wat ik al zeg, er ligt een waanzinnig pakket aan tech voor ze klaar en ze kunnen echt een enorme push krijgen uh, in hun Streaming uh, carrière. En ik denk dat heel veel, voor heel veel talenten dit heel erg interessant kan zijn. Dat dus in uh, de Dutch Stream Award. Uh, we gaan er nog wel wat meer aandacht aan besteden en op social media. Volg de kanalen gewoon even van de DSA. Dan kun je alle info gaan vangen. Gaan we even naar nog wat leuke dingetjes. Uh, Atari, jawel, het bestaat nog steeds, de uh, franchise. En uh, wat ze nu aan het doen zijn, uh, althans het bedrijf wat het merk Atari daar de licentie op heeft... ...die is bezig met hotels te gaan bouwen in Las Vegas. Maar ook in uh, Austin, Chicago, Denver, San Francisco, San Jose en Seattle. En... Dat worden waanzinnige hotels. Uh, bijvoorbeeld, dit zou dan in Las Vegas moeten zijn. Dat wordt helemaal in een soort van cyberpunk setting gemaakt. Uh, het zit vol met e-sports mogelijkheden, maar ook uh, arcade overal. Uh, virtual reality uh, zit in het hotel ingebouwd. Al die shit zit er gewoon in. Ja, ik vind dit waanzinnig. Um, ja, met de coronapandemie hebben ze het natuurlijk niet helemaal op dit moment. Uh, is niet helemaal een handige timing. Maar als dit zo gaat, uh, gaat zijn. Um, content creators kunnen er ook in gaan zitten. Dan is dit wel iets waar ik bijvoorbeeld heel graag met Gamekings een keer naartoe zou willen gaan. Om echt in zo'n complete game hotel setting rond te lopen. Lijkt me hartstikke leuk. Maar goed, um, er is zelfs een site voor AtariHotels.com Check dat even. Uh, het is iets waar ze mee bezig zijn. En dan eindigen we. Met uh, ja, de nieuwe trailer van Cold uh, Black Ops Cold War. Um, ja, je moet eigenlijk zeggen Call of Duty Black Ops Cold War. Uh, dat is nogal lang. Maar goed, anyway, uh, dat is het. Uh, 13 november. Dat is eigenlijk ook nog maar een dikke twee weken uh, van ons weg. Het gaat echt razendsnel. Je weet het. Nasty Next Gen November komt eraan. Het wordt echt, echt uh, een, een zware week uh, voor de gamers qua vrije tijd. En qua portemonnee. Uh, die hebben nu weer een, een, een launch trailer. Uh, ja, Het is wel heel erg prematuur om nu al een launch trailer, maar ze noemen het een launch trailer. Die hebben ze gedropt. En ik dacht, hoe kunnen we nou beter afsluiten dit Gamekingsjournaal dan gewoon eventjes lekker een minuutje full audio en full screen te genieten van uh, deze trailer. En uh, dan sluit ik gewoon af natuurlijk straks met die trailer, maar ook met de mededeling dat we komen nog met wat leuke dingen deze week in ieder geval voordat het GameKing-chanaal van donderdag online gaat. Gentlemen, is the threat real? Yes sir, we believe it is. Something big is going to happen that could shift the balance of the cold war. The we'll Europa half of Europe. It's time we took a peek behind the Iron curtain. No, no, no. i hope you brought an army i brought a knife time to get our hands dirty this war was a lie there is no truth only who you choose to believe fail.